De controle van een pretpark start steeds met een administratieve controle. We beginnen met onze checklist af te gaan. En gedurende deze checklist komen vragen naar voren als onderhoudsschema's. Die vragen we dan, die bekijken we of dan die in orde zijn. Een attractie wordt elke dag getest voordat die mag gebruikt worden. En dat gebeurt door techniekers. En als het niet oké is, dan start die attractie die dag niet. Daarnaast vragen we alle keuringsattesten op. Dus elke attractie wordt eenmaal per jaar gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Die keuringen worden uitgevoerd steeds voor opening van het park. En daar wordt een verslag van afgeleverd. Indien dat niet gebeurd is, dan wordt het park normaal niet geopend. Na de administratieve controle en het verder aflopen van de checklist gaan we het park gaan bezoeken, gaan we de attracties gaan bezoeken. En in dit geval zullen de mensen van Bellewaerde de technische uitleg bij de attracties geven. In noodprocedures moeten we eigenlijk zonder aggregaten en zonder hulpmiddelen kunnen de mensen op een veilige manier evacueren. Dat kan eigenlijk gebeuren gravitair door eigenlijk een aantal kleppen juist te zetten. En zo zal het toestel naar beneden komen en kunnen we de mensen eigenlijk op een normale manier evacueren. Dus de attractie start nu op. Normale omstandigheden. Toren gaan naar boven, stoeltjes draaien rond. De bovenste kran begint rond te draaien. Nu gaan we een aggregaatstilstand simuleren. Dus ja, nu valt zogezegd de hydropomp uit en gaan we eigenlijk gewoon stil draaien. In de normale omstandigheden mochten we geen noodprocedure hebben om te kunnen evacueren, blijft eigenlijk de carousel in deze positie staan. Nu gaat een van mijn collega's naar beneden gaan en zal dan de noodprocedure in gang steken, eigenlijk, waardoor dat eigenlijk de toren gravitair naar beneden zal vallen. Dus ook bij projecten met dieren gaan wij de bevoegde keuringsinstanties betrekken in de ontwerpfase onmiddellijk, om dus zeker te zijn dat onze omheiningen en onze infrastructuur voldoen aan de geldende normen en wetgeving in België. Dus het welzijn en de veiligheid van de dieren, dus zeker en vast ook van de bezoekers, die staan op prioriteitsplaats nummer 1. Hier zijn we bij de Europese bisons en eigenlijk om het voor de veiligheid ook hebben we hier een vangkuil voorzien. Waarbij dat mochten de Europese bisons willen ontsnappen richting bezoekers, dan vallen zij met hun poten tussen het traliewerk en kunnen zij zo eigenlijk niet meer verder. Ook op het spoor van de boemerang doen wij jaarlijks testen. Op verschillende plaatsen hebben wij dus staal uitgebrand. En hebben wij dat staalstuk laten controleren in een labo op sterkte, op taaiheid, op metaalmoeheid. Om dus ook te zien hoe het staal reageert bij lagere temperaturen. En daar hebben wij de bewijzen gezien. En de positieve resultaten dat het geen probleem is bij die attractie. In alle loopings worden jaarlijks controles gedaan op microscheurtjes in het ijzer, in het staal. Om dus zeker te zijn dat er zich geen problemen kunnen vormen in de loop van het seizoen. Nu begeef ik mij naar huis om de administratie af te werken van de controle, om de verslagen te schrijven. En dit zal zeker de rest van mijn dag glansrijk vullen om die administratie te verwerken.